Hartelijk welkom vanuit Leeuwarden. Als Cambuur wint, staan ze gewoon vierde in de Eredivisie na deze speelronde. Dan is dus winst op Vitesse wel nodig. Iets wat over het algemeen niet zo heel makkelijk gaat. Paulussen, hij speelt voor Hoedemakers. Dat is wel een groot gemis. Echte controleur die natuurlijk ontbreekt. Eens kijken hoe Paulussen dat dan in kan gaan vullen. Hij speelt ook echt op de plek van Hoedemakers. Bij Vitesse dus geen Bero. Ook dat is natuurlijk een groot gemis. Ook dat type speler is niet heel makkelijk te vervangen bij Vitesse. Maar het verhaal is natuurlijk de doelman. Houwe kiept. Schubert is er niet bij. Is ziek, maar had sowieso niet gekiept. Het lijkt dus wel een keuze worden. Wat langere termijn. Boschaert dus eindverantwoordelijk vandaag. Ja, eindverantwoordelijk. Dat is uiteindelijk natuurlijk Henk de Jong. Maar die zit thuis. Jacobs. Dat is geen gekke voorzet. Oldrikis. Hakje. Ook Breij probeert het dan vrij. Het is een overtreding, maar het voordeel gegeven aan Thomas Buiting. Ronstadt geeft mee. Huisman. Daza. Meestal nog een aardige voorzet. Deze bijvoorbeeld op het hoofd van Openda. Is toch aardig op maat. Vitesse scoort niet zo heel makkelijk. Cambuur heeft bijna twee keer zoveel gescoord dit seizoen in de Eredivisie als Vitesse. Bazoe rustig. Die rust is er niet bij Rasmussen. Die is de bal kwijt aan Breij. Oldrikis is bij hem. Breij zelf dan maar. Dat scheelt een halve meter. Had net niet lekker de snelheid om nog wat dichterbij te komen. Rasmussen's fout. Daardoor zonder grote gevolgen. Witek in de achtervolging. En dan moet hij daar dus eigenlijk al net iets te vroeg schieten. Leek er inderdaad op. Ik snap de protesten van Cambuur wel. Leek alsof hij de bal als laatste raakte. Maar goed, corner Vitesse. Stevens heeft. Daar zijn we met het schot. Ronstadt. Ook hij schiet en hij schiet hem er schitterend in. Wat een prachtig doelpunt is dit van Sondre Ronstadt. Het komt uiteindelijk allemaal voort uit een corner die geen corner was natuurlijk. Maar ja, het doelpunt is er niet minder fraai om. Het wegkoppen, bal opgevangen door Ronstadt. En heerlijk in de kruising geveegd die bal echt. Wat een mooi doelpunt. Echt. Het past precies Stevens. Geen schijn van kans. Handig meegegeven hier aan Jabot door Openda. Jabot kan meteen een end komen hoor. Kan het ook helemaal zelf doen. Hij geeft hem aan Openda en een redding van Stevens. Dat had meteen ook de 0-2 moeten zijn. Zo'n vrije kans. Dat doen Openda en Jabot samen uitstekend tot aan de afronding. Dan schiet hij hem recht op Stevens. Weer pijn. Paulussen. Daar zal hij dus iets over strekken bij het wegtrappen van de bal. Voorlopig gaat Paulus het zo te zien weer proberen. Huisman. Goed. Daarnet niet tot Witek die helemaal door was gekomen. Witek dan maar eens uithalen. Ja, hij denkt... Ronstadt wil nog wel eens een bal de kruising in jagen. Dat doet Witek ook wel eens. Alleen dan vooral als er een Europese wedstrijd wordt gespeeld. In de Eredivisie dit seizoen nog niet gescoord. Geen overtreding op Kalon. Bazoe. Daza. Goed gekopt door Witek. Openda. Openda zoekt ruimte voor het schot. Vindt die ruimte? Ja hoor, het is 2-0 voor Vitesse. Kon eigenlijk niet uitblijven op deze manier. Vitesse speelt uitstekend. Openda had al een enorme kans op de 0-2. Nu wint Witek goed in de lucht. Krijgt hij de ruimte van McIntosh.
En door de benen van Schmid is ook Stevens kansloos. Jabot. Openda. Vitesse is er al weer uit met vier man. Buiting sprint links van Jabot en Huisman zijn ook mee. Hij kiest voor Huisman. Nou ja, hang het. Nee! Hij heeft natuurlijk al gescoord voor Vitesse in Europa. Daar scoort Vitesse blijkbaar toch wat makkelijker dan in Nederland. Maar hier had zijn eerste toch echt wel moeten zijn in de Eredivisie. Nu dan de wissel. En dus de vervanger van Hoedemakers, die er niet meer dan een half uur vanaf moet. Het helpt allemaal niet op wat voorlopig een zeer miserabele avond is voor Cambuur. Witek. Goed balletje. Buitink. Buitink met zijn linker. Ja hoor, daar is de derde. Net zo onvermijdelijk als de tweede eigenlijk. En na Tronstad maakt ook hij zijn eerste van het seizoen in de Eredivisie. Thomas Buitink. Witek, maar weer eens met een assist. Buitink, ja, dan is de hoek lastig. En is dus ook de vraag, moet Stevens daar wel helemaal komen? Zo ver uit zijn doel. Zo ver naar de zijkant. Ik denk dat als Stevens blijft staan, dat het een stuk lastiger is. Een van de beste helften van Vitesse van het seizoen. Aardige vrije trap en de vrije kopkans en het doelpunt. Van dichtbij ingelopen. De ene verdediger kopt, dat was Schouten. En de invaller, die op de plek eigenlijk van Schouten speelt, loopt hem erin. Tol. En het kan weer, weet je het nooit. Dat is een klop die van een achterstand terug kan komen. In de eerste helft geen wissels aan het begin van de tweede helft. Eens kijken of wat er verandert bij Cambuur. Gaan ze nog iets anders aanpakken? Het liep natuurlijk wel iets beter in de fase vlak voor rust. Dan is dus de grote vraag, wat doet 15 minuten pauze? En de nodige instructies van de twee trainers. Dan weer met de ploegen. Voorzet van Tasa. McIntosh. Tuurlijk, ja, niet. De wist in het stadion was een uitermate fraaie omhaal gemaakt. Vrij trap is al genomen. Cambuur laat zich een klein beetje verrassen daardoor. Het schot van ver. Ja, die gaat er weer in. Tuurlijk, leg hem er nog een keer in anders. Tronstad verrast hier Cambuur. En dan schiet hij hem er weer van grote afstand in. Stevens, ah, het ziet er niet heel lekker uit. Komt amper van de grond lijkt het. En het is 1-4. Oldrikis met druk. Kalon. Kalon, Oldrikis. Hij heeft dan net niet de controle in eerste instantie. Kan alsnog van richting veranderd net naast. Verschieten. Stevens laat los. Uiteindelijk heeft hij hem. Het is niet de beste wedstrijd van de keeper van Cambuur. Uitstekende keeper. Heeft ook dit seizoen al bewezen. Maar dit soort momentjes zie je dat hij er niet helemaal lekker in zit. Er dreigt nu een beetje wedstrijd te ontstaan waarbij Cambuur niet beter kan. En natuurlijk ook niet heel veel geloof meer in heeft. En Vitesse rustig krachten kan gaan sparen voor donderdag. Tronstad. Geen buitenspel dit voor Openda. Naar de Frederiksen voor het doel. Oh, weer laat Stevensen vallen. Ja, en nu is het raak Openda.
Bij twee tegendoelpunten had je het gevoel dat had misschien beter gekund zonder dat het een grote fout was van Stevens. Nu is het een blunder die leidt tot de 1-5. Via McIntosh komt hij bij Stevens. Nu Stevens laat hem los. En dan is het 1-5. Kalon. Met Rasmussen. Jacobs. Half nog aangeraakt. Molen pikt op. Ingebracht een Oldrikis die dan denkt te kunnen schieten. Druk blijft. Voorzet komt niet aan. McIntosh krijgt de kans om te schieten. En dat schot. Net wat meer dan je misschien zou verwachten. Nog een redelijke schietkans voor de verdediger. Molen. Net weggehaald voordat het echt gevaarlijk zou kunnen worden. Baden Frederiksen. Er ligt heel veel ruimte. Hoe is de paas op Openda? Die is uitstekend. Nou, Openda voor zijn derde. Openda legt hem nog een keer breed. Dat is schitterend gespeeld. Echt een klasse counter dit. Wat mooi uitgespeeld. Het begint met een vrije trap voor Cambuur. En dan is hier Bazour. Die denkt, hé, daar loopt Openda. Weet je wat, ik leg hem anders even precies in zijn loop. En dan denkt Openda niet, ik kan hier mijn derde maken. Maar die denkt, hé, Baden Frederiksen kan zijn eerste maken. Echt een geweldige assist dit. Een complete off-day van Cambuur en Vitesse daarentegen. Dat juist een van de beste wedstrijden van het seizoen speelt. En dan is de uitslag dus 1-6.